doen we heel rustig aan en iedereen houdt afstand, hè? Tenzij je in een bubbel zit. Want nou gaat het gebeuren. Het is spannend. Goedenavond. Donderdag 13 januari. 7:15. Een coronademonstratie, geleid door burgemeester Hans Jansen, de postcode loterij straatprijs, niets van dat alles. Wel de gemeentelijke waardering voor een 40 jaar voorzitterschap van MTV. Jongen, normaal is hij sneller. De Gouden Bruiloft is 11 februari. Dus komen jullie dan terug? Dag meneer Van Brunschot. Dag Hans, goedenavond. Een held op sokken, moet je hier toch eens kijken. Het is echt een kunstenaar, hè? Dat kun je zien. Hans, doe nou even pas schoenen aan, als dat de kou. Het is wel een moment. Wat is er gebeurd, Hans? Jij hebt recent afscheid genomen als voorzitter van MTV na ruim 40 jaar. Dat is mijn informatie en ik denk dat dat klopt, want meestal klopt mijn informatie. Maar ja, ik kijk altijd even in de ogen en ja, het klopt. En verder heb je ook heel veel andere dingen natuurlijk in Moergestel gedaan. Nog steeds. En nog steeds. Laatst hebben we een mooie kunsttentoonstelling geopend. Ja. En als je door Moergestel rijdt, dan zie je op plekken jouw verbeelding, jouw beelden. En dan zijn we natuurlijk allemaal trots omdat die iets van de identiteit van Moergestel uitstralen. En volgens mij heb je ooit in de Ton gestaan. Ja, dat was voor mijn tijd, dus ik kan niet zeggen dat ik onder de indruk was. Waren jullie onder de indruk? Of is hij vroegtijdig moeten stoppen vanwege de kijkcijfers? Dat zou ook kunnen. Maar waarschijnlijk kon je dat ook heel goed. Maar zo heb je je rol gespeeld in het maatschappelijk leven. En, ja, dat lijkt alsof ik nou overal mee ga stoppen. Maar... Nee, je mag ook niet stoppen, let maar op. Maar, en ooit was er koningin Beatrix die dat ook nog heeft onderstreept. Klopt. Ja, dat klopt ook allemaal. Dus ja. Je hebt al mooie dingen meegemaakt. En als je nou naar dit plaatje kijkt, dan stond Sis er altijd achter, hè? Ja, en nu ook. Dus ik vind, als nou iemand applaus moet krijgen, is Sis het. Sis. Kijk eens aan. Nou, maar goed. Toch sta ik hier en ik heb mijn ambtsketen om en dan heb jij al een vermoeden. Dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat er iets gebeuren en dan... doen wij dat allemaal op 1,5 meter. Want gelet op al jouw verdiensten. Maar met name voor MTV. Want ik denk dat niet iedereen altijd beseft. Ja, een lokale omroep, daar kun je kijken of niet. Je kunt ook naar SBS kijken of naar NPO 1 of wat dan ook. Hè. Dat doen natuurlijk heel veel mensen. Omroep Brabant hebben we nog. Maar voor het echte lokale gevoel. Zeker voor degene die niet voortdurend naar buiten kunnen. Om toch te weten wat er in het eigen dorp speelt. Is natuurlijk MTV altijd heel belangrijk geweest. En nog. En daar heb je voortrekkers voor nodig. Die staan op dit moment allemaal om me heen, achter camera's en achter lampen. Maar dan heb je een voorzitter nodig die op een niet al te nadrukkelijke manier, met een soort van zelfsprekendheid, toch in ieder geval de gelederen gesloten weet te houden. En dat is altijd mijn indruk geweest dat jij het zo gedaan hebt. En daar mag je zo op reageren, want dan krijg je even de microfoon, want het is moeilijk om dan even stil te zijn. Maar ik mag namens iedereen een beetje spreken en dat is de indruk dat je dat op die manier hebt gedaan. Maar dus heel belangrijk voor een gemeenschap, dat je ook kunt zien datgene waar je niet bij kunt zijn. Dat is natuurlijk toch een beetje televisie. Bijna letterlijk het woord. Je brengt iets over een afstand naar mensen toe. En ik denk dat dat... niet onderschat mag worden hoe belangrijk dat is. En nou, omdat jij daar natuurlijk zo'n voortrekker van bent geweest, op die goede manier, wordt dat zeer gewaardeerd door het college van BEW van Oosterwijk. En natuurlijk door de gemeenteraad. En ja, wat hoort daar dan bij? Ja, hoe kun je deze Hans nog verrassen? Of deze avond een verrassing is, mag je al betwijfelen. Want hij voelt natuurlijk dingen aankomen. Maar wat daar dan toch bij hoort, en die reik ik niet... Dat is geen checkbal die erin zit. Nee, die reik ik niet heel vaak uit. Dat is dat jij wordt begiftigd met de zilveren legpenning van de gemeente Oosterwijk. En dat doe ik niet al te vaak, dus dat doe ik maar wel heel graag. Zeker ook in jouw richting. We hebben altijd een goede band. En onafhankelijk, maar wel bij elkaar betrokken. En ik vind het fijn dat dat ook op deze manier nog uitgedrukt kan worden. Dus ik reik jou die zilveren legpenning van de gemeente Oosterwijk aan. Dat is niet aan. Niks, hoor. Ja. Ik laat hem zien. Ik laat hem ook zien. Maar Sis, aan jou is de taak om de bijbehorende
speld. Mm-hmm. Met ook een stukje zilver erin. Een zilverpareltje zou je kunnen zeggen om die bij Hans op te spelden. Dus op 1,5 meter, Hans, geef ik jou heel graag deze zilveren legpenning. En nou is er applaus voor jou. Alsjeblieft. En het opspelden mag steeds doen. Ja. En dan krijg jij even de microfoon. Even. Nou. Het kan ook zonder bril, maar dan kan het zeer doen. Mevrouw Vlamings neemt de honneurs waar. Dan weten jullie wat hier gebeurt. Kijk eens, Hans. Hans, en we hadden het graag in de Bogert gedaan of waar dan ook, hè, maar dat kan nou natuurlijk niet. Dus we doen dit in deze, maar dit is ook heel bijzonder om het op deze manier te doen. Dus van harte proficiat en neem even de microfoon. Ja, en wacht nog even. Je hebt twee kleindochters. Ja, het rapport van deze onderscheiding mag natuurlijk ook overhandigd worden. En zij zijn heel graag bereid om dat te doen. Dus geef het maar eens aan opa en feliciteer hem maar eens. Hè. Ik kan nu aan, dankjewel. Kijk toch? Alsjeblieft. Weet zeker? Ja. Goed. Het kan niet zo zijn of ik heb wel ergens een vermoeden. Maar wat ik nou hier zie ontstaan, of wat er ontstaan is, daar had ik op geen enkele manier rekening mee durven houden. Ik had wel gerekend op Corné. En die is er uiteraard. Ik had gerekend op Etienne, de runner-up van de jeugd van NTV. Uiteraard had ik de gebroeders Huub en Jan hier verwacht. Het zijn jongens die er ook al heel lang bij zijn en waar ik in de afgelopen jaren enorm veel... In zijn reactie richtte Hans zich tot de aanwezige MTV'ers. Maar sprak hij ook zijn waardering uit voor de mensen die van buiten de lokale omroep betrokken zijn en vanwege hun specifieke kennis en vaardigheden MTV ondersteunen. Zoals Jan Geerts, al jaren de gedreven voorzitter van de programmaraad. En Jos Denissen, oud-secretaris van Stichting Oom en altijd bereid, gevraagd en ongevraagd zijn tips en adviezen te delen. Maar 40 jaar voorzitter van een lokale omroep kun je niet zonder zo'n club mensen zoals hier nou rond Hoefkes 11 gegroepeerd is. En dat wij een bijzondere groep hebben, dat kunnen we hier zien, want iedereen is er. Het is een behoorlijk aantal mensen die zich al jaren bezighouden met lokale omroep in Maagsel, radio en tv. En ik ben aan al die mensen, burgemeester Hans Jansen, zo verknocht. Ja, daar moet ik even van slikken. Nogmaals, iedereen die hier nu staat te verkleumen al een half uur, want ik heb een camera hangen en ik zag de eerste bewegingen al. Om 6:15 stond Jan hier al en Wil, de trouwe filmers. Ja, vond ik wel leuk. Maar nogmaals, hartelijk dank. En ik hoop nog een aantal jaren mijn bijdrage te mogen leveren. Gelukkig is het besturen en het naar vergaderingen moeten, waar ik een gruwelijke hekel aan had, is voor mij achter de rug. Gaat Corné op vakkundige wijze overnemen. En ik wens daar Corné heel veel succes bij. En ik wens de rest van de club nog een groot aantal jaren dat wij met z'n allen samen mogen werken voor MTV, voor Maagsel, voor Oosterwijk. En dan het liefst onder de hoede van onze burgemeester Hans Jansen. Want dat hij het goed doet, dat hebben wij in Maagsel al heel lang ontdekt. En daar hebben wij alle waardering voor en heel veel respect. Groeten aan Mia. Ja. Uiteraard kwam ook de nieuwe voorzitter van MTV, Corné Schoenmaker, aan het woord. In 1981, toen is het begonnen. We hebben allemaal heel veel teruggeblikt op die eerste uitzending en zelfs op die tweede uitzending. Hè. Iedere keer het begin wordt er weer teruggehaald. Het begin, jij met Ed en een aantal anderen. Ed moet ik toch even noemen. Hè. Jouw broer, jouw zwager, jullie missen hem natuurlijk. Het is ondertussen meer dan 3 jaar geleden dat hij er niet meer is. Maar wij denken, heel veel van ons denken ook nog dadelijk aan hem terug. Maar goed, die eerste uitzending 1981, waar niemand, denk ik, nog ooit naar gekeken heeft. En misschien toen in 1981 ook niemand.
of heel weinig mensen, is de afsluiting. Want het was om 3:30 s'nachts, hè? Ja. Ja, zo lang gingen we toen door. En toen zei jij drie dingen. En dat was heel mooi om te beginnen, zei jij. Dit was de eerste uitzending, maar hopelijk niet de laatste. Dat vond ik een hele mooie. En daar kunnen we eigenlijk nou ook nog opteren. Want iedere week denken we wel eens, oei, hebben we volgende week items? Want met de corona is het toch niet altijd even makkelijk. Maar naar de toekomst toe heb je ons vorige week nog op gewezen. Kijk eens een paar weken vooruit. Onze laatste uitzending is nog lang niet in zicht. Het tweede wat jij zei is waardering en dank aan iedereen die zo spontaan de uitzending heeft meegewerkt. Ook dat geldt nu nog. Hè. Overal waar wij komen mogen we weer een keer terugkomen om te filmen. Dus we worden wat dat betreft gewaardeerd. En je hoopte dat de kijkers er ook plezier aan hadden beleefd. En ik denk dat dat nu ook nog eens getuige. Alleen al de sponsoren, of de adverteerders moet ik officieel zeggen, die jij regelmatig weet binnen te halen. Die drie dingen, en er zijn er natuurlijk nog veel meer, maar die drie dingen uit de eerste uitzending is misschien een stukje van de basis die jij gelegd hebt, waar wij al 40 jaar op teren. En ja, we vieren vandaag niet jouw afscheid, maar jouw jubileum, zeg ik maar, als 40 jaar voorzitter. Dat is veel mooier. Maar goed, we gaan wel op jezelfde voet verder, Hans. Jij hebt de basis gelegd en we hopen dat jij gewoon nog heel lang heel veel mooie dingen blijft maken. En natuurlijk dat je ook ons allemaal blijft inspireren zoals je dat de afgelopen 40 jaar ook gedaan hebt. Na deze lovende woorden en korte historische terugblik gaf Corné aan als voorzitter van MTV graag op dezelfde basis door te willen gaan. Daarna werd Sis, de vrouw van Hans, voor haar jarenlange bijdrage aan de lokale omroep gecomplimenteerd en in de welverdiende bloemetjes gezet. Je hebt bij ons bij MTV ook heel veel gedaan, ga ik allemaal niet opnoemen, maar we hebben, ik vergat even de inleiding, maar die komt dan straks. Jan heeft voor jou een heel mooi bloemetje. Nou Jan, dankjewel. En geen plastic. Geen plastic, wordt er al gezegd. Het is een echt bloemetje. En het is met zorg uitgezocht door Jan met nog een aantal anderen. Dankjewel. Kijk. Nee, we hebben op de binnenkant van... Daar mag inderdaad een applausje bij voor Sis. Na alle lofuitingen werd de waardering voor onze oud-voorzitter nogmaals onderstreept. Middels een envelop en een mooie dinerbon te besteden bij de Moegesters Horeca. Dankjewel. En last but not least, een kaart met nog wat geldelijke inhoud, want we wilden toch niet al het geld zomaar opmaken. En het kan vast verklappen, op de kaart staat een hele mooie een stuk tekst, heeft Rick geschreven. En die heeft zich laten inspireren door alle woorden die op die geheime app voorbij zijn gekomen. Dus dat is wel een heel mooi geheel geworden. Dat heeft er verder niemand gezien, alsjeblieft Hans. Dankjewel. Een handgeven mag niet. We zijn nog lang niet van jou af. En ik ga nog heel veel van jou om raad vragen, denk ik. Ik ben wel heel trots op mijn nieuwe functie. Ook wel heel zenuwachtig af en toe, moet ik zeggen. Maar zolang als jij me blijft ondersteunen, komt dat helemaal goed, Hans. Zoals het een zichzelf respecterende omroep betaamt, werd na afloop van het officiële gedeelte enkele betrokkenen om een reactie gevraagd. Meneer Schulma, de nieuwe voorzitter. Hey, uw eerste reactie, jongen. Ja, waar moet ik op reageren, Jan? We hebben geprobeerd Hans te verrassen. Ik zei net al, we vieren niet een afscheid van een voorzitter. Dat is onzin, want Hans blijft gewoon bij ons en die hebben we ook al veel te hard nodig. En die blijft ook gewoon over op heel veel vlakken nog richting geven. Maar het is een jubileum. Iemand die 40 jaar voorzitter is, dat zullen we niet gauw meer meemaken, denk ik. En dit jubileum, daar vond ik het belangrijk dat we Hans konden verrassen. En hoe konden we dat beter doen dan met de hoogste functionaris binnen onze gemeente. Dus wat dat betreft heel blij dat, niet dat ik het geregeld heb, maar heel blij dat we dat hebben kunnen regelen, ja. Ik hoorde straks in de speech van Hans, daar staat een dader. Hoe bedoelt hij dat? Nou, ik heb de aanvraag gedaan, wel een samenwerking in overleg met Cornelis. En ik wist van Hans best een heel hoop, want ik ken als collega's zijn we geweest. Want Hans heeft ook heel veel gedaan voor de Pierwaaiers. Ja, en al zijn beelden die hij hier gezet heeft. En in opdracht voor de Pierwaaiers, dat beeld die Janneke heeft die gemaakt. Ja, we zijn collega's geweest. Ik ben zelf een jaar of zes secretaris van de OMT overkoepelend orgaan geweest. Dus we hebben eigenlijk altijd heel veel contacten gehad. En ik hoorde dus van zijn afscheid. En, ja, het is eigenlijk onvoorstelbaar. Ja, jullie hebben wekelijks iets gedaan. Hè? Samen vergaderd. En Hans is daar bijna altijd bij aanwezig geweest. En heeft er geleid. Zonder dat er ooit echt grote ruzies zijn geweest. Nou, dat vind ik gewoon heel knap. Dus ik vond het wel de moeite waard om een aanvraag te dienen. En ik moet zeggen, de burgemeester en zijn collega's, de wethouders, die hebben heel snel gereageerd. Ik denk binnen 2 weken dat ik al een positief antwoord had. Dus dat was heel snel. Ja, ja. De eerste reactie heb ik voor de camera, jongen. Nou, ik ben eigenlijk helemaal uit het veld geslagen, Jan. Want je verwacht wel dat er iets gebeurt als je 40 jaar voorzitter bent geweest en je neemt afscheid. Want ik zie dat hier zo 30, 35 man stond. En dat die op zo'n koude avond in het donker hier naartoe komen om te vertellen
dat ik het allemaal zo geweldig gedaan heb, waar ik aan twijfel. Want dat kun je ook niet alleen. Daar hoef je niet aan twijfelen. Dat moet je gewoon met die hele groep doen en dat is wel gelukt. Maar dat is indrukwekkend, dat is mooi, dat is emotioneel. En vooral heel erg blij mee. Ik ben blij dat ik jullie, want ik zag echt iedereen hier allemaal zien staan. En ja, een reden te meer om lekker door te gaan en nog heel veel dingen te maken voor MTV. En samen met de rest vooral de gezelligheid in stand houden, want dat is deze tijd heel erg belangrijk. Dus Jan, hier staat een gelukkig mens. Ja. Ik had niet alles verwacht. Sis, geen voorzitterschap meer, Hans. Nee. En nou? Nou. Ja. Hij heeft nog werk genoeg daar niet van, maar ja, hij blijft gewoon bij MTV. Tuurlijk. En ja, tuurlijk. Dat doet je al zo lang, dus... Je ziet hem donderdag s'avonds meer thuis. Nou, dat weet ik niet. Dat hoeft ook niet. Nee. Oké, bedankt. Dank jullie. Lang zal u leven, lang zal u leven in de gloria, in de gloria.